Veel ouderen krijgen de zorg die bij ze past. Er is echter een kleine groep ouderen die net buiten het zorgplaatje vallen. Zo wonen enkele mensen in een voor hun gevaarlijke leefomgeving. De gemeente Ede wil deze mensen ook helpen in de vorm van een woonexperiment. In Ede beginnen we een experiment om voorkeursrecht voor ouderen die een lage zorgvraag hebben, maar wel thuis wonen, te starten, waarmee de woonconsulenten het recht krijgen om die mensen naar een seniorenwoning te begeleiden. En zijn die mensen al bekend bij de WMO? Nee, meestal niet, want dan zouden ze op een andere manier al geholpen worden. Dit zijn mensen die ze tegenkomen die soms geholpen kunnen worden bij het blijven wonen in hun huis. Maar soms ook echt naar een seniorenwoning moeten omdat de trap niet meer op kunnen of iets anders. Daar nog geen hulp voor gevraagd hebben, maar dan komen ze wel tegen. En dan is het vaak het specifieke nog dat ze ook nog niet ingeschreven staan voor een seniorenwoning. Maar de situatie dan wel schrijnend begint te worden en daar wordt dan hulp voor gezocht. Dat is een klein aantal mensen, maar daar maken we nu een experiment voor om die wel te kunnen helpen op weg naar een passende woning. Woonsteden heeft oudere huurders. En we zien als senioradviseurs dat de oudere huurders vaak te kampen hebben met, ja, is deze woning nog wel passend voor mij in de levensfase waarin ik nu zit. En als senioradviseurs gaan we daarbij op bezoek en gaan met de mensen gesprek aan. En vaak komen daar ook heel veel hobbels tegen van ouderen waar ze tegenaan lopen of niet ingeschreven staan. En we proberen hen daarin te adviseren. Soms komen de woonadviseurs schrijnende en gevaarlijke situaties tegen. Ouderen die samen nog in de woning, in een grote woning wonen, soms bijna blind. Mensen die zich omhoog moeten trekken aan een stukje touw omdat de trap niet meer gemaakt kan worden. Mensen die eigenlijk schrijnend zijn omdat ze kunnen vallen of dat ze zich kunnen bezeren. We hebben dit samen met de COSBO, de Ouderenbond en Woonsteden bedacht om te kijken of we op deze manier deze groep van dienst kunnen zijn. Oké, en hoeveel mensen verwachten jullie daarmee te helpen? We denken in 2018 ongeveer 10 woningen nodig te hebben daarvoor.